Deze week in Ede TV Nieuws. Het Vrijheidsfestival in Ede op een bijzondere locatie. Je kunt echt wel zeggen dat we hier op historische grond staan. Ede Centrum op zoek naar verhalenvertellers. Het kan online zijn, offline zijn. Eigenlijk op alle mogelijke manieren willen we alle Edenaren bereiken. En de lintjesregen verrast diverse mensen. Ik zeg, is het wat ik denk? Ze zeggen, ja, denk ik wel. Leuk. Dit is Ede TV Nieuws. Ruim 30 islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd of daadwerkelijk geld ontvangen uit de Golfstaten. Bij deze organisaties zit ook de Stichting Marokkaanse Moslims Ede. Dit blijkt uit onderzoek dat verricht is door Nieuwsuur en NRC. De organisaties zouden miljoenen euro's hebben gekregen vanuit de Golfstaten. Op 19 januari 2012 zou door de Edese Stichting geld zijn aangevraagd in Saoedi-Arabië. Een woordvoerder van de Marokkaanse moskee aan de Peppelesteeg, die verbonden is aan de stichting, ontkent dat er geld vanuit het buitenland is ontvangen. De Edese SGP en burgerbelangen hebben over dit onderwerp raadsvragen gesteld. Beide partijen willen helderheid. Nou, het blijkt dat de Marokkaanse moskee een aanvraag heeft gedaan voor geld uit Saoedi-Arabië. En dat vinden wij zorgelijk. Ze hebben het weliswaar niet gekregen, maar ze hebben wel een aanvraag gedaan. En het is algemeen bekend dat er vaak dingen voor teruggedaan moeten worden. Er blijken een lijst te zijn waarbij namen opstaan van een aantal organisaties en een aantal moskeeën. Waar geld, zeg maar... Die een aanvraag hebben gedaan voor geld. Dus of voor een lening of voor geldstromen. En op die lijst blijkt er ook een Edese moskee te staan. En ja, daar willen we meer van weten natuurlijk. En waarom is het zo zorgelijk? Nou, omdat toch dit soort landen invloed willen kopen in Marokkaanse moskeeën. En ja, het proactief benaderen om daar geld aan te vragen, dat ja, haal je ook indirect die invloed in huis. Er is een aanvraag gedaan, maar is er daadwerkelijk ook geld gestort? Nee, voor zover wij weten niet. Maar wij willen dat dus onderzocht hebben, omdat er wel een aanvraag is gedaan. En er gingen destijds al geruchten bij de bouw van de moskee dat er mede schulden werden gefinancierd uit het Midden-Oosten. En ja, wij denken dat we nu helemaal een gegronde reden hebben, zeker met deze informatie, om een keer de financiële wandelgang van deze moskee te onderzoeken. Ik vind het een zeer kwalijke zaak, want we hebben altijd de mond vol over integratie en dergelijke. Maar vervolgens gebeuren er gewoon dingen die er haaks op staan. Nou, uit de gegevens die we nu hebben ontvangen, blijkt dat zij geen geld hebben gehad. Ze hebben alleen de aanvraag gedaan. Het bestuur van de moskee heeft gezegd van alleen de aanvraag is weggegaan voor een verbouwing. Dat is in 2012 gebeurd. En voor de rest is daar niets mee gedaan. Dat is natuurlijk niet gecontroleerd, althans niet door ons. Wat we wel een beetje opmerkelijk vinden is dat de gemeente, het college, heeft in december 2017 al gemeld gekregen dat de moskee op de lijst stond. En ja, dat vinden wij een beetje vreemd dat wij als raad daar niets van hebben vernomen. Ja, en wij willen toch ook wel wat meer zicht hebben van hoe zit dat dan met die geldstromen uit Saoedi-Arabië, uit Kuwait. Hoe gaat dat dan en zijn er dan voorwaarden aan verbonden? Nu ligt het anders, hè. Blijkbaar zijn er geen geldstromen uitgewisseld. Maar ja, dat was voor ons wel een vraag natuurlijk. Wij willen weten of, hoe dat zit met de financiële gang van deze moskee. He, dus alle stukken willen we getoetst laten hebben. En we willen ook weten of de invloed van het salafisme in Ede is toegenomen. Want ook daar lijkt helemaal geen beeld over te ontstaan. Wij willen weten van, is dat groeiend in Ede? Is dat niet groeiend in Ede? Wat gebeurt er in Ede? Dat willen wij weten. U wil gewoon duidelijkheid hebben hoe het precies zit? Wij willen duidelijkheid hebben over hoe het precies zit. Als het gaat om de geldstromen, maar ook over het groeiend aantal of niet. Op donderdag 26 april, de dag voor Koningsdag, was er weer de traditionele lintjesregen. Burgemeester René Verhulst van Ede heeft aan 21 mensen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Alle zijn inwoners van de gemeente Ede. Eén inwoner van Ede kreeg zijn onderscheiding elders uitgereikt. Twee inwoners van Lunteren en twee inwoners van Ede werden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 18 inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester René Verhulst belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. 22 gedecoreerden. En ook heel verschillend. Hè? De een voor de kerk, de ander voor de sportvereniging. We hadden hockey, we hadden handbal weer. Anderen voor cultuur. Maar allemaal mensen die zich voor anderen ingezet hebben. Dus dat is iets wat je met heel veel plezier doet. Op welke manier bent u hier naartoe gelokt? Nou, ik moet zeggen, ik zit dus in het bestuur van het zwembad. En met een voorzitter die voeren wij besprekingen met de gemeente over diverse zaken. En vooral over onze subsidie, maar ook over het reilen en zeilen met andere banen. En daar zit onder andere een meneer bij van de gemeente, waar we dus regelmatig contact mee hebben van hoe kunnen we de samenwerking hechter maken. Dus wat doet de voorzitter? Die zegt, jongen, luister, ik heb donderdagmorgen een vergadering georganiseerd. En dan gaan we nog eens even lekker praten over die samenwerking. Want ik ga zaterdag met vakantie. En zeg, en voordat je met vakantie gaat, wil ik dat wel even afgerond hebben. Ik zeg, nou, dat is goed. Dus binnen de familie helemaal niks in de gaten. Iedereen had zijn mond dicht gehouden. Keurig netjes. En toen vanmorgen zei mijn vrouw, je gaat nog naar die bespreking. Ik zei, ja, oké. Nou, doe even een colbertje aan. Ik zei, ben je toch gek? Ik ga er niet met een colbertje lopen. Ik bedoel, normaal is, ga je dus met dat soort versprekingen of een jekje of wat dan ook. Nee, doe het nou maar. Want ja, goed, voor de gemeente, dat is best leuk. Het ziet er netjes uit. Die wilde natuurlijk hebben dat ik een beetje netjes uitzag. En toen kwam hij me ophalen. Ik zeg, joh, hoe lang duurt dat eigenlijk? Oh, zit hij tot 12 uur. Zo, een fikse vergadering. Ik zeg, maar waarom eigenlijk in de Reehorst? Ja, zegt hij, had hij al een vergadering. Ja, dat is slimmer, ik. Dan had hij al een vergadering. En dan zei, dan kunnen we tegelijk achteraan doen. Maar toen komen we hier aan. Ik zeg, wat is hier allemaal te doen, joh? Toen zei hij, volgens mij is er een symposium of zo. Ik zeg, zo. En we lopen naar boven toe en ik kijk en ik zag helemaal niemand die kende. Totdat ik in de hal kwam, zag ik in één keer met twee kleinkinderen lopen. Ik denk van, hé, wat doen die hier? En toen werd het ineens een van de mooiste dagen van uw leven, of niet? Nou ja, er zijn heel veel mooie dagen in mijn leven. Maar een van de leukste en aardigste dagen. En nou ja, goed, toen de kleinkinderen, toen wist ik. Maar toen zag ik ook al iets boven aan de wand hangen van de gemeente Ede. En ik zei ook tegen Rob Spiegelberg, ik zei, jongen, wat is dit, man? Ja. Ik zeg, is het wat ik denk? Ze zei, ja, denk het wel. Leuk. Ja, dankjewel, dat was het. Had je dit verwacht? Nee, totaal niet. Het was een totale verrassing. Ik werd gevraagd, ja, maar je mag over de rode loper. Ik zeg, maar ik kom hier voor een parkeermuntje. Dus ik weet niet wat jullie voor activiteit hebben, maar ik moet gaan naar de bos vandaag. Nou, dus nee, jij gaat vandaag hier naar binnen, zei ze toen tegen mij. Dus, Er waren maar 4 vrouwen van de 22 gedecoreerden. Dat viel me een beetje tegen. Dat zegt alles dat mijn taak er nog lang niet op zit. En alle vrouwen moeten meehelpen en ook alle mannen, want dan komen we verder. We moeten dat samen doen. En ook vrouwen die heel intensief veel doen, ook in de Edese samenleving. Laten we elkaar eens voordragen. We blijven gewoon doorgaan. Zo is het. Mensen zitten ook te luisteren, maar ze horen wel wat anderen voor de samenleving doen. En soms al heel lang, hè, 30 jaar. En het gaat soms om simpele dingen, iets organiseren, mensen ergens naartoe brengen. Maar ook wel hele moeilijke dingen. Hè. Mensen die heel erg ziek zijn, daarbij zijn, mensen daarvoor voor opleiden. Ja, ik vond het ook wel mooi. En ja, ook degene die zijn huis verkoopt om de opbrengst in te zetten voor anderen. Ja, dat ontroerde mij echt. Nou, met het allerbeste smoesje wat je kan bedenken. Mijn dochter kwam me halen. Ik zat in een bouwvergadering voor onze nieuwbouw. Met de aannemer en dat soort volk te praten. En ze zegt, je moet mee, want je krijgt nog een cadeautje van je kleinkinderen voor je 70ste verjaardag. Ik was vorige week 70 geworden. Dus ja, een beter lokmiddel dan kleinkinderen bestaat natuurlijk niet. En ik ben meegegaan. Maar ik wist bij benadering niet, toen ik in de gaten had dat ik voor de gek gehouden werd, zeg maar, wist ik niet waar we heen gingen. Dus we reden eerst de wijk Kennem in en langs een winkelcentrum. En toen ik denk, ja, wat doen we hier eigenlijk? En toen we hier in de buurt kwamen en we rechtsaf naar de Reos gingen, dacht ik, dat zal toch niet waar zijn. Ik had daar nooit op gerekend. Maar het was wel waar. Een van de mooiste dagen van uw leven nu? Ja, het is heel mooi dit. Ja, het is zo ontroerend mooi. Nou, ik ben nog een beetje opgewonden, want het is me totaal overkomen, zeg maar, vanochtend. Ik
was hier naartoe geroepen, eigenlijk of uitgenodigd voor een high tea. Weliswaar een vreemde tijd, maar ik had echt geen flauw idee. En dan kom je hier binnen en dan dus het overvalt je. Maar het is ontzettend leuk om mee te maken. Tot nog toe geniet ik ervan. Het is wat anders dan een high tea, maar minstens zo leuk toch? Ja, zeker. Dit staat in mijn hersenpannetje gegrift. Ja, heel erg bijzonder. Ja. Een mooie dag in uw leven. Absoluut, absoluut. Maar ik zei net tegen mijn zus, jammer dat je ouders dat niet mee kunnen maken. Maar je kunt niet alles hebben, maar die hadden dat geweldig gevonden. Ja, ja. Op zaterdag 21 april vond bij het Acousticum in Ede het Vrijheidsfestival plaats. Een goed moment om aan de vrijheid te denken en om het te vieren. Voor vele veteranen was het een speciale dag. Dit is geweldig. Dit is een dag waarin Ede de gelegenheid krijgt om met de bevolking en samen met de veteranen, de Edese veteranen, om samen iets te vieren. Het is het Vrijheidsfestival. We vieren de vrijheid, maar het is ook de gelegenheid dat de Edese bevolking erkenning en de waardering voor de veteranen kan uitspreken. En dat is als zo'n dag vandaag is dat heel bijzonder en dat is perfect. Ja, 17 april natuurlijk, 1945, de bevrijding van ons, van Ede. Dat hebben we vanmiddag ook herdacht natuurlijk. En daarna de bevrijding, de capitulatie op 5 mei. Dus eerst herdenking en dan vieren van de vrijheid. Ja, op 5 mei, nationale feestdag. Nu het Vrijheidsfestival, nu voor de tweede keer. Hoe is dat? De historie, de bevrijding en ook het fenomeen oorlog en vrijheid. Niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook wat er nu allemaal in de wereld is. Ja, vinden wij genoeg aanleiding om daar samen met de gemeente en met het Platform Militaire Historie een festival jaarlijks voor te organiseren. Je ziet nu dat er heel veel veteranen zijn. Het concert van de fanfare bereden wapens van de landmacht was ook voor de veteranen. En die zijn hier allemaal. En dan spreek je mensen, ja, die zijn hier opgekomen als dienstplichtig soldaat. Er is hier ook geoefend voor missies naar Afghanistan bijvoorbeeld. Ja, en dan voelen ze zich toch echt thuis ook gelukkig op de kazerneterreinen. Wat betekent vrijheid persoonlijk voor u? Ik vier het nog ieder jaar. Het is gewoon zo bijzonder hoe wij in Nederland kunnen leven in vrijheid, met democratie, kunnen vertellen wat je wil zonder dat je bang hoeft te zijn dat je opgepakt wordt. Ik koester dat. Dat moeten we allemaal doen. Dat weet je natuurlijk pas als je het niet meer hebt. Je kan alleen maar heel blij zijn iedere dag weer dat we in Nederland de vrijheid hebben die we hebben. En we weten ook dat het op heel veel plekken in de wereld niet zo is. Ja, vrijheid betekent dat je toch denkt dat het niet vanzelfsprekend is. Wij denken van wel. Ik heb zelf nog nooit een oorlog meegemaakt. Dan weet je niet wat onderdrukking is bijvoorbeeld. Maar je moet beseffen dat het niet vanzelf is dat je kunt gaan stemmen. Dat het niet vanzelf is dat je kan zeggen wat je wil. Dat het niet vanzelf is dat je s'avonds op straat kan. Dus je bent volkomen vrij. Maar een heleboel mensen leven niet in vrijheid. En ja, kijk daar eens naar. En kijk ook eens wat ervoor gedaan is om ons die vrijheid te geven nu. Dat is heel belangrijk. Zeker op 5 mei, maar ook op 4 mei wanneer we herdenken. Een uitgebreid verslag van het Vrijheidsfestival is binnenkort te zien bij Mooizo. Onder de naam Op zoek naar het E-team wordt er gezocht naar echte verhalen over Ede Centrum. Sinds 12 april kunnen fotografie, video en schrijftalenten uit Ede en omstreken zich aanmelden voor het Ede-team. De grootste talenten mogen een jaar lang nieuws en weetjes in tekst en beeld over Ede Centrum maken en publiceren via diverse media. Het E-team is een groep van Edese talenten die het verhaal van Ede Centrum gaan vertellen. Wij willen graag dat Ede Centrum weer het dorpshart van de stad wordt. Dus dat alle Edenaren voor hun plezier komen winkelen, komen recreëren, komen eten in Ede Centrum. En dat weer de plek wordt waar zij heel graag verblijven. En daarvoor vinden we het leuk als zij de verhalen gaan vertellen over de ondernemers of over de verhalen achter de gevels. Gewoon het meer vertellen wat Ede Centrum eigenlijk allemaal is. En dat het veel meer te bieden heeft dan mensen nu denken. Het idee is dat fotografie, videografie en schrijftalenten zich inschrijven. Dus echte Edese talenten die dus echt zich betrokken voelen bij Ede. Want wie kan het verhaal nou beter vertellen over zijn eigen centrum dan de Edenaar zelf? Maar zij krijgen uiteindelijk de kans om te werken met een supertalent zoals Luc Enting van de film Wild. Een Edese filmmaker. Dus Luc Enting gaat hen helpen met het verder brengen en het verdiepen. En en helpen met een goede film of een goed verhaal neer te zetten. Wij vinden het heel belangrijk. Voor ondernemers is het heel belangrijk. Want ondernemers en wij weten dat Ede Centrum heel veel te bieden heeft. Maar het imago is niet altijd even goed. En we weten gewoon door de verhalen te vertellen en te vertellen wat er eigenlijk allemaal is,
Zodat de Edenaren dat ook weer te weten komen. En dat ze zo meteen gewoon weer naar hun centrum toe komen. Dat het weer een gezellige plek wordt en een levendig centrum. Dan hebben jullie het talent gevonden. En wat dan? Dan op 18 mei maken we het talent bekend. Dan vormen we het E-team. Dat worden 3 of 4 mensen die samen het E-team vormen. Dan gaan we direct aan de slag met het maken van verhalen en het delen van content over Ede Centrum. Mensen kunnen zich aanmelden tot en met 12 mei. Dus 12 mei is de uiterste datum dat je je via de website kan aanmelden. Men kan zich aanmelden via de website www.edecentrum.nl/e-team. En daar staat een hele verhaal van wat kun je, hoe moet je aanmelden, tot wanneer kan je aanmelden en wat is daarvoor nodig. Wat het Edecentrum echt mooi maakt is de vindingrijkheid, de veelzijdigheid en de veerkracht van de ondernemers. Die ondernemers, die maken het centrum en die verhalen willen we vertellen. Ook dit jaar werd Koningsdag in de gemeente Ede uitgebreid gevierd. Er waren vele festiviteiten voor jong en oud. In Ede Centrum organiseerde het Comité Nationale Feestdagen de traditionele Grote Vrijmarkt. De verschillende pleinen in Ede kregen allemaal een eigen thema en werden omgedoopt in de namen van de leden van ons Koningshuis. Uiteraard werd in Ede Centrum de kleedjesmarkt gehouden. Velen konden op deze markt een zakcentje bijverdienen of vonden juist iets wat ze al tijden zochten. Zet op de tv! Ja. In Bennekom was er ook veel te doen. Naast diverse muzikale optredens bij de Oude Kerk was er ook een verenigingen-, kunst- en crea-markt in de Dorpsstraat. De dag startte met een versierde fietsoptocht, gevolgd door diverse oldtimers. Deze reden daarna een route door de omgeving van Bennekom. Na afloop was er de gelegenheid om de voertuigen te bewonderen in het dorp rondom het Bart van Elsplantsoen. Ook in Lunteren, Otterlo, Harskamp, Wekerom en Ederveen waren er diverse Koningsdag-evenementen.